We zitten nu een week in season 2 van chapter 4 en er is ontzettend veel veranderd. In deze video gaan Dion en ik het daarover hebben. Wat vinden wij ervan en wat kunnen wij nog verwachten in season 2? Ja, laten we het daar dus eens even over gaan hebben, want het begon best wel stroefjes. Ik was namelijk live op Twitch, was ik aan het wachten op wanneer dit ging komen, het nieuwe seizoen. En ik kwam erachter dat het sowieso heel erg lang duurde. Daarvoor was het al uitgesteld, dus we hadden dit sowieso al op een andere datum moeten krijgen, deze update. Maar ik heb zo lang moeten wachten. De servers gingen down rond 8:00 AM. En uit mijn hoofd kwamen ze pas om 1:30 weer online. Dus dat is echt een super lange downtime. Daarnaast, toen de servers weer online kwamen, was er een super lange queue, wat wel vaker is. Maar het is toch jammer dat ze dat telkens weer fout doen. Waarom doen ze daar niet iets tegen? Ik weet het niet. Het is in ieder geval heel erg jammer en heel erg vaag dat dit gebeurt. Dus het begin was toch wel een beetje stroefjes. Maar laten we het dus ook over gaan hebben over de storyline en over de trailer. Want we hebben twee trailers gekregen. Een soort van cinematic trailer. Die hadden we al gekregen voordat het seizoen ging komen. Voordat het seizoen echt startte. En we hadden er eentje gekregen toen de downtime begon. En de eerste was de cinematic. En daar kon een beetje zien wat de storyline ging doen. En die was best wel saai of zo. Gewoon gebouwen die uit de lucht komen vallen. Uit de rift. Ze hadden daar meer van kunnen maken, denk ik. Ik vond het een beetje makkelijk gevonden of zo. Wat vond jij, Matthijs? Ja, ik ben het inderdaad helemaal met je eens. Sowieso die rift, dat hebben we al in chapter 1 gehad. Ik bedoel, dat weer terugkomt. Ik dacht eerlijk gezegd dat er iets meer bijzonders ging gebeuren. Maar dat is dus niet het geval. Inderdaad, die gebouwen die gingen naar beneden. En that's basically it. Dus ik ben het helemaal met je eens. Een klein beetje een tegenvaller. Ook omdat, ja, natuurlijk het liefst hebben we een live event. En dit is dan wel een klein beetje minder. Maar ik snap het ook wel hoor, want dit is het eerste seizoen. Misschien bij het volgende seizoen, maar daar kom ik zo meteen op terug. Maar één voordeel, we hebben wel een mega map change gekregen. Namelijk rechtsonder in de map hebben we een compleet nieuwe biome gekregen. En de map is ook een stuk groter geworden hierdoor. Ik weet niet of dat positief is of negatief. In verband met de hoeveelheid spelers die in de battlebus zitten. Die zouden ze ook al iets mogen verhogen van mij. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. En natuurlijk de Mega City. De Mega City is volgens mij een beetje de nieuwe Tilted Towers. Ik heb zelf nog niet gespeeld. Wat zeg jij, Dion? Ja, ik heb het al wel redelijk veel gespeeld. Ik wil nog even wat zeggen dus over die map change. Het ziet er heel vet uit. Het zijn hele mooie map changes van de buitenkant. Maar er zijn eigenlijk twee dingen die ik heel erg jammer vind aan deze map change. Het eerste ding is Mega City. Mega City ziet er van buiten heel erg mooi uit, wat ik net al zei. Maar als jij een gebouw in wil, dan kan dat vaak niet. Veel van die gebouwen zijn aan de binnenkant gewoon leeg. Dus sommige van die hoge gebouwen staan daar letterlijk gewoon als een leeg gebouw. Wat best wel heel erg jammer is. Ze hadden daar echt wel wat meer detail in kunnen maken. Ja, misschien dat het dan ook te groot werd of zo. Want sommige van die torens zijn ook heel erg hoog. Volgens mij hebben we nog nooit zulke grote gebouwen in Fortnite gehad. Maar toch vind ik dat een beetje jammer. Dat je denkt van, oh, deze stad is super groot. Ik kan heel veel loot vinden. Terwijl het in de realiteit niet zo is. Dat is jammer. En het tweede ding wat ik jammer vind aan de map is omdat we nu eigenlijk één nieuwe biome hebben gekregen. Dus rechtsonder in de map. De rest van de map is niet veranderd. Dus wat krijg je nu? Alle spelers zitten rechtsonder in de map. En als je linksbovenin of op een andere plek landt, is daar niemand te vinden. Dus, en als je rechtsonderin op het nieuwe gebied landt, waar je dus het liefst natuurlijk landt omdat dat leuk is, daar is het gigantisch druk en word je binnen no time gekild. Dus de games zijn een beetje raar geworden. Dat vind ik echt wel een heel erg negatief ding aan de map changes. Maar laten we het nu gaan hebben over de gameplay over het algemeen. Want de loot pool, of de weapon pool, is best wel heel erg goed. Want we hebben nu die kinetic blade, die is gewoon leuk. Dat is gewoon fijne movement. Het is beter dan die shockwave hammer, die was gewoon dom naar mijn mening. En we hebben de pump shotgun terug, de Havoc pump shotgun. En deze is ook fijn om te gebruiken. Daarnaast is movement sowieso een thema wat terugkomt in dit seizoen en wat ook wel heel erg fijn is. Want Fortnite wordt nu meer een movement game, naar mijn gevoel, dan een bouwgame. En dit is iets waar ik heel erg fan van ben. Want dit zorgt ook voor dat er veel mensen terugkomen die geen zin hebben om te bouwen, maar wel die movement leuk vinden. En dat zien we bijvoorbeeld terug in de rail grinding. We hebben dus nu in de Mega City van die rails, daar kan je overheen. Het zijn een soort ziplines, maar dan net wat leuker gedesigned en net wat, ja, het is gewoon wat vetter. En we hebben natuurlijk nieuwe wagens, of in ieder geval die drift auto. En we hebben die nieuwe motor. Ja, die zijn ook heel erg vet. Dus movement is toch wel iets wat de gameplay in dit seizoen
heel erg vet maakt. Ja, dan gaan we eventjes over naar de Battle Pass. En ja, dit is natuurlijk een mening van mij. Misschien heb jij een heel erg andere mening, maar ik ga eventjes mijn mening geven. Eerlijk gezegd vind ik het een beetje hetzelfde als het vorige seizoen. Niet heel erg bijzonder. Het zou leuk zijn als we weer een keertje iets anders doen met een Battle Pass. Want we hebben de afgelopen paar seasons eigenlijk een beetje hetzelfde gehad. Hetzelfde systeem. Dus dat vind ik een klein beetje jammer. Wel krijgen we een secret skin. Aaron Jaeger. Ik weet niet of ik het goed zeg. Aaron Jaeger ja, van de Attack on Titan. En ja goed, weet je, als je het leuk vindt, dan is het leuk. Eerlijk gezegd, ik ken het niet. Dus voor mij is het wat minder interessant. Maar als jij hem wel heel erg tof vindt, de Battle Pass, dan kun je die natuurlijk aanschaffen met de Support A Creator code. Te veel gevraagd, die moet je in de itemshop rechts onderin invullen. Als je dan de Battle Pass haalt, daarmee kun je ons supporten. Dus dan weet je dat. Jazeker, de Battle Pass. Ja, ik zelf vind hem beter dan vorig seizoen. Dat kan ik wel zeggen. Nou, de tegenvallers. Dat zijn er ook een paar. De eerste daarvan is iets wat nog kan komen. Namelijk Creative 2.0. Ik vind het ook stom om meer te zeggen. Maar ik zeg het iedere keer weer. We verwachten het iedere keer weer. Maar het is nog steeds niet gekomen. Creative 2.0 is zo'n vet ding. Kan zo'n vet ding zijn voor Fortnite. Het zou ergens moeten komen. En ja, eigenlijk de laatste kans die ze hebben is de update van volgende week. Dus dat is even kijken. De 21ste, als ik het goed heb. Oh nee, ze zouden het in theorie ook nog de 28ste. Nee, het zou kunnen. Misschien de 28ste. In ieder geval, ze moeten gaan komen. Creative 2.0 zou in maart komen. En het is nog niet geweest. En dat is een tegenvaller. Nog een tegenvaller. First person. Waar is het? We zouden first person krijgen. Leakers hadden die files gevonden. We hebben geen first person Fortnite. En dat is echt wel een tegenvaller. Want ik zat er echt wel naar vooruit te kijken. En dan het laatste ding is skill-based matchmaking. Ik merk het extreem in de games op dit moment. Als ik een solo game speel, dan zit ik alleen maar tegen sweats. Ik kan geen bot vinden. Het is super moeilijk om een solo game te winnen. Maar als ik dan vervolgens in een squads game ga, dan is het zo makkelijk. Dan speel ik tegen mensen van 6 of zo. Ik heb geen idee wat voor mensen dat zijn. Of het zijn natuurlijk gewoon bots. Maar skill-based matchmaking lijkt echt heel erg kapot te zijn op dit moment. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Skill-based matchmaking moet veranderen. Misschien wel het belangrijkste dingetje in de game. En daarna first person, daarna creative. Ik weet het niet. Een van de twee. Maar goed, dan gaan we even over naar wat we nog kunnen verwachten in dit seizoen. Dit seizoen gaat nog best wel lang duren, namelijk tot 2 juni. En het zou inderdaad kunnen dat we aan het einde van dit seizoen een groot event gaan krijgen. Het zou kunnen, we weten daar nog niks over. Dat moet blijken in de laatste update. Dat zal waarschijnlijk de .50 update zijn. Maar dat moeten we allemaal nog even afwachten. In de tussentijd krijgen we, als het goed is, wel 2 events, waarvan 1 best wel grote, namelijk het Pasen event. Dus dat zal rond 9 april zijn. Dus dat zou natuurlijk ook heel erg tof zijn, denk ik. En St. Patrick, daar doen ze nooit iets groots mee. Vaak veranderen ze de itemshop naar St. Patrick skins en andere dingetjes. En dat is op 17 maart. Dus verwacht rond die datums een eventje. En misschien tussendoor ook nog wel iets. Ik weet het niet. Het kan zomaar iets zijn. Een samenwerking of iets. Maar dat moeten we allemaal nog afwachten bij de eerstvolgende update. Die, als het goed is, wanneer zal die zijn, Dion? De eerst grote, volgende grote update. Ik denk de 21ste. Oké, we hebben dit seizoen nog maar een weekje kunnen spelen. Maar we geven alsnog een cijfer. Ik bedoel, we hebben wel het een en ander al gezien. Dat doen we in principe altijd. Het cijfer is natuurlijk niet definitief. Aan het einde van dit seizoen zullen wij weer zo'n mini-podcast maken. En dan gaan we weer een cijfer geven. En dan zullen we ook eventjes het cijfer wat we nu geven daar laten zien. En dan kijken of er verandering is. Maar goed, Dion, jouw eerste indruk van Chapter 4 Season 2. Welk cijfer geef jij? Ja, goede vraag. Ik vind het heel erg moeilijk. Want dit seizoen is, laat maar zeggen, een soort van bloem. Dat is nu nog een klein knopje. En die moet nog open gaan. Want er zijn nog zoveel dingen die eigenlijk moeten gaan komen. Zoals Creators 2.0, First Person. En ik bedenk me nog een tegenvaller. We hebben ook nog geen iPhone terug. Of geen iOS Fortnite. En die dingen moeten allemaal nog eigenlijk gaan komen dit seizoen. Als dat allemaal gaat komen, gaat het cijfer best wel hoog zijn. Op dit moment hebben we al die dingen niet. En het enige positieve wat we dus hebben is eigenlijk een goede weapon pull en een goede movement. En voor de rest vind ik de map changes mooi, maar eigenlijk zijn ze heel onpraktisch. Dus 6,5 is mijn cijfer op dit moment. Dat is niet al te hoog. Ja, ik heb nog niet gespeeld. Dus ik moet een cijfer geven, gebaseerd op dingen die ik heb gezien en wat ik natuurlijk hoor. Dan zal ik het... Ja, het is heel erg lastig inderdaad. Wat jij zegt, de map change is leuk. Maar je gaf ook goede punten waarom dat juist ook weer niet goed is. En wat je ook zegt inderdaad, er moeten nog heel erg veel dingetjes aankomen. Maar tot nu toe geef ik dit seizoen, omdat de pump terug is,
een 6.8. Oeh, hoger dan ik. Ja. Wauw. Oké, dat zijn inderdaad nog niet al te hoge cijfers. Maar wie weet, aan het einde van dit seizoen kunnen we richting de 8 of misschien wel een 9 geven. Maar dat ligt helemaal aan Epic Games. Wat ze dit seizoen aan ons gaan laten zien. Dames en heren, dit was het einde van de video. Gebruik natuurlijk even de supporter credit code. Dat veel gevraagd in de item shop. Of wanneer je de battle pass gaat halen, dat wordt heel erg gewaardeerd. Dan zien we jullie bij een nieuwe video. Peace out.